Dan? Tanken en meteen daarna de boodschappen doen. Shell en Albert Heijn denken de gouden formule gevonden te hebben. Bij een groot aantal van de 750 Shell-pompen in Nederland komt binnenkort een supermarkt. De vraag is nu of Shell zich niet schuldig maakt aan branchevervaging. Nee, we merken heel duidelijk dat de klant hier komt voor de vergeten boodschap. Dus dat is het bezoek dat 's avonds komt, het pak melk wat vergeten is en dat soort zaken. De gouden formule werkt ook in andere branches. Ook wij van KPN hebben in een klein aantal kantoren in samenwerking met Albert Heijn geëxperimenteerd. Met groot succes. En binnenkort gaan wij 3/4 van onze postkantoren ombouwen tot supermarkten. Hoe gaat dat nu? Cliënt komt bij ons om een postzegeltje te kopen. Trekt een nummertje. Moet even wachten. Kwartiertje, 20 minuten. Wel nu zeggen wij, maak die tijd nuttig en bied de cliënt een assortiment levensmiddelen aan. Zodat binnenkort een postzegeltje kopen en boodschapje doen onlosmakelijk met elkaar verbonden worden. Een groot deel van onze telefooncellen zullen wij voorzien van een zij bescheiden assortiment levensmiddelen, zodat in deze moderne, flexibele deeltijd de cliënt voor zijn last minute boodschapje nog even contact kan onderhouden met het thuisfront. Dag meneer, goedemiddag. U wilt gebruik maken van de supercel? Ik ga even bellen. Oh, dat kan, ja. U kent de ins en outs van de supercel? Ja, ik heb zo'n kaart. U hebt een telefoonkaart. Ja, dat is 25 gulden. Dat kan heel goed. Binnenkort komen wij met kaarten van 50 en 100 gulden. Zal ik het u nog even uitleggen, de supercel? Ja? Het gaat zo. U steekt uw kaart in de betreffende gleuf. Ja, dat weet ik. U drukt het abonneenummer. U voert uw gesprekje. Ja, mevrouw, niets aan de hand. Ja, bellen. Maar dan, u verbreekt niet de verbinding. Maar u maakt uw keuze uit het assortiment. Bijvoorbeeld een halfje melk. U strijkt met het spreekgedeelte van de hoorn langs de streepjescode, zodat het bedrag van uw aanschaf automatisch wordt afgeschreven van de telefoonkaart. Gaat uw gang. Ik wil mevrouw bellen. Even bellen, gaat uw gang hoor, natuurlijk. Daarvoor is de supercel in de eerste plaats bestemd. Ja. Gaat uw gang hoor, even bellen natuurlijk. Reuzehandig. Ja, we hebben dit systeem afgekeken van die automatische straattoiletten. Waar ook een grendelsysteem van kracht is. Dat de cliënt nadat hij zijn of haar behoefte heeft gedaan, de deuren automatisch ontgrendeld vindt. Ja? Ja? Ja, ja, dat zeg ik net. Nee, de deuren zijn vergrendeld. U moet natuurlijk eerst uw boodschapje afrekenen, hè? Dat is de supercel. Nee, via de telefoonkaart eerst uw keuze maken, hè? U hebt niks nodig. Nou, een halfje melk. Of een stampot boerenkool. Kant en klaar. Of een pontje kaas. Ik heb niets nodig. Ja, nee, maar dat zou wat moois zijn, hè? Als de deuren zomaar open konden en u liep weg met uw aanschaf. Nee, maar ik viel eruit. Nee, u moet eerst uw keuze doen. Dan neemt u maar dat trosje bananen. Ik heb het u uitgelegd. U zoekt het maar uit, hoor. Dan moet u niet gebruik maken van de supercel. Ik wil eruit, ik heb niets nodig. Goedemiddag. Ik wil eruit. Hallo, ik heb niets nodig. Ik wil helemaal niets hebben. Ja, daar gaat mijn trein. Ik dacht dat...